Om inwoners te stimuleren brandveiligheidsmaatregelen te treffen, is in de gemeente Zomer het project Brandveilig Leven Woningcheck opgezet. De woningchecks worden uitgevoerd door vrijwilligers die speciaal hiervoor een training hebben gevolgd bij Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Aan de hand van een checklist wordt de woning gecontroleerd op brandveiligheid. Op dinsdag 8 maart hielden Henk van den Einde en Ian Cummins een woningcheck op Otterdijk en Lierop. Als ik jouw verhaal hoor, heb je nogal wat te vragen. Nou, het belangrijkste is de reden dat we hier zijn. Helaas, in Nederland is de brandveiligheid niet altijd optimaal bij iedereen. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld geen blusdekens, sommige mensen hebben geen vluchtplan. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld geen CO-melders. Dus er komen ongelukken, er komen ook doden hierdoor. En de bedoeling van de brandweer Brabant Zuidoost is dit te verkleinen. Helaas zijn er ook in onze regio bezuinigingen ingevoerd. Dat betekent dat de aanrijdtijd voor sommige buitengebieden langer is geworden. Hierdoor kan het zijn dat het langer duurt voordat je in een boerderijwoning terecht kan. Dus de brandweer heeft gezegd van creëer een groep per gemeente die je opgeleid voor wordt, naar die mensen toe kan gaan, kan uitleggen wat eventueel veiliger kan. En dan misschien een melder installeren. Waardoor ze, als er iets gebeurd is, dan gaat het beter worden. Dan hebben ze meer tijd om buiten te komen en dan zijn er meer levens gered. Bijna niemand zijn die jouw vragenlijst overal ja heeft beantwoord. Ja en nee. Een blusdeken, ik had er nooit van gehoord. Zeg aan mij. Tegenwoordig zijn overal verkrijgbaar. Ze zijn niet extreem duur, net zoals kleine brandblussers. Maar de vraag is eigenlijk alleen maar, sta je stil bij wat is er in mijn woning aan de hand? Ja. Het is vaak hetzelfde als autorijden. Je denkt niet na over de kans op een ongeluk krijgen. Want anders durf je nooit meer de weg op. Ja. Het is wel aanwezig, want in Nederland zijn er wel 50.000, 60.000 ongelukken per jaar. Dus de kans op is groter. Misschien is een kans op brand of CO-vergifting kleiner, maar de gevolgen kunnen veel groter zijn. Ja. Dus dan gaan we vanuit de brandweer gewoon denken van hoe kunnen we het veiliger doen, voordat mensen meer tijd hebben om misschien zelf op te lossen. En mocht het helemaal niet kunnen, dan zie je meteen bij een brand, dan ga ik gewoon naar buiten. Ja. En dan is de brandweer op tijd aanwezig. Ja. Ik merk aan jouw vragen dat je er meer verstand hebt dan een gemiddelde ambassadeur van brandveilig leven. Nee, dat klopt eigenlijk niet. Want, je weet er alles van. We hebben dus heel veel diversiteit in die vrijwilligers. Ja. Het zijn dus nog lopende brandweermannen. Het zijn oude brandweermannen. We hebben bijvoorbeeld iemand die zit dus in het schadewezen voor verzekeringen. Die komt zeg maar achteraf en van tevoren polissen uitschrijven. En dan kijkt hij na van oké, u wilt een korting, maar ja, is uw woning wel brandveilig? Dus dat soort mensen doen ook gewoon mee. Je hebt er wel verstand van, je hebt er wel kennis van. Ja, ik word ook getraind sowieso. Ja. Je bent brandweerman? Niet meer. Ah, ik ben geweest, is wel te merken. Ja, ik heb wel in die richting, in die branche gezeten. Ja. En nu ben ik zelf in dienst voor Philips Medical en dan doe ik medische trainingen geven. Ja. Een brandmelder heeft bijna iedereen. Een CO-melder, daar had ik ook nog niet van gehoord. Is net zo belangrijk, heb ik zo begrepen. Ja, het is in principe net zo belangrijk. Alleen je hebt hem niet nodig tot je hem nodig hebt. Want een brand, dat zie je ook. Je rook, die ruik je. Alleen een CO-melder die gaat pas af als het bijna te laat is. Dat de concentratie van CO, dat is een dichte stof, die zakt naar de grond toe. Zuurstof stijgt. Dus als je ergens staat in de ruimte, heb je misschien nog geen last van. Maar als je bijvoorbeeld ligt in een bad of een bed, het kan veel vaker voorkomen dan je denkt. Per jaar zijn er 50 mensen die helaas, dan heb ik het nog niet over het aantal gewonden, die helaas hier wel dupe van worden. Waarom hebben jullie zich aangemeld voor die woningcheck? Nou, om een beetje zekerheid te hebben dat als dat er een brandje komt, dat we ook weten wat we moeten doen. Maar je wordt brand gehad, Martin, of niet? Nee, gelukkig niet. Nee. Anne wel, weet je wat brand is? Ja, wij hebben brand gehad thuis, vroeger. Het was wel een schoorsteenbrand, maar ik vond het verschrikkelijk eng. Ja. Heel naar. Je hebt nu geluisterd naar de vragen die Ian Cummings heeft gesteld. Hoe sta je er tegenover? Het waren nogal wat vragen.
Ja, maar ik vond het wel heel erg interessant. Ja, ik vind het wel goed dat het ook een klein beetje fatsoenlijk doorgenomen wordt. Anders zet er niet veel aan. Hè? Ja. Ja. Maar dan ga ik twijfelen aan jezelf. Hè? Kijken wat jullie allemaal goed geregeld zijn, maar niet. Maar ja, dan moet het wel goed geregeld worden. Nou, wij hebben het wel aardig geregeld. Ja, jullie hebben zelfs een blusdeken. Overal brandmelders. Brandmelders 3. Ja. En brandblusapparaat. Ja. En CO2, ja, zo meten, dat komt er ook nog wel. Maar hier heb je geen vluchtplan, heb ik begrepen. Maar volgens mij heeft niemand daar. Nee. Nou ja. Nee. Nee, klopt. Wist je al dat je die moest hebben? Ja, die maak ik 's nachts, denk ik, in mijn hoofd. Denk ik, als stel, nu komt er een inbreker binnen. Waar ga ik heen? Wat doe ik? Ik denk eigenlijk niet zo gauw een brand. Ik denk altijd, als er iemand in mijn huis komt, wat doe ik dan? Ja. Maar hetzelfde, als er brand komt, wat doe ik dan op dat moment? Ja, jullie gaan daar een rondje maken door het huis. En dan komen ze misschien van alles tegen waar je denkt van, oh, dan moeten ze maar even niet zien. Jullie laten alles zien. Ik heb alles zien. Ik heb er niet voor opgeruimd. Nee, en helemaal niks. Mijn huis is gewoon zoals het is. Ja. Waar zijn jullie pijnpunten? Wat is jullie probleem hier, denk je nu, als je daar allemaal aan hoort? Ja, dat moet ik even zeggen. Ja, je moet in ieder geval geblinddoekt een keer oefenen voor een vluchtplan. Daarvoor moet ik voor oefenen, ja. Want we moeten weten waar de sleutels liggen, dat weet niemand, behalve jij. Die weet ik wel liggen. Nee. Maar ook zonder licht. Maar dat vertellen we niet. Dat is wel heel nuttig, hè? Dat hoort de meneer ook niet. Nee. Maar het is heel nuttig. Ik heb jullie aandachtig zien luisteren. Ja, nee, ik vind het heel nuttig. Ja, jij vond het zelf toch ook heel nuttig. Tuurlijk. Ja, maar ik word er helemaal bang van, omdat ik zelf zo weinig geregeld heb. Nee, je ging gelijk naar de winkel gaan vanmiddag. CO2-melder halen. Ja, CO2-melder zeker brandmelder. Ja. Brandmelder. Nee, maar ik vind wel dat het zo goed doornomen wordt, hoor. Nou, het is heel leuk. Ja. Ik dacht, oh ja, even die kijken. Ja, dat had ik wel gedacht. Ik dacht, die zijn zo klaar. Maar het is vooral voor het buitengebied, denk ik, ook heel erg belangrijk. Want je hebt niet, als je in een dorp woont, dan bel je gauw je buur of je roept voor brand, brand, brand. Nou kan je brand roepen, maar... Niemand hoort het. Nee, de koeien of de paarden, maar ik bedoel, nee. Je zit hier natuurlijk toch wel heel erg afgelegen, hè, met alles, hè.